Goedemorgen. Ik zie dat u de nieuwe plastic container gebruikt. Wat vindt u daar nou van? Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik was heel blij dat ik hem kreeg. Want ik ben nu eindelijk van de rommel af die hier achter de schutting was. Dus ik ben er echt heel blij mee. Je hebt veel minder rotzooi, dus je zet het gewoon lekker in de container en je bent er vanaf. Nou, ik vind het een geweldige oplossing. Want nu kan ik mijn plastic afval daarin kwijt en voorheen deed ik het in de schuur. En daar heb ik nog redelijk veel ruimte. Maar als je weinig ruimte hebt, ik heb zelfs een mensen gehoord die hadden het in een badkamer liggen. Dan is dat toch hartstikke vervelend. Doet u ook nog aan afvalscheiden daarnaast? Want u heeft deze nieuwe plastic container gekregen. Maar heeft dat u gemotiveerd om meer te gaan scheiden? Binnen in mijn huis heb ik verschillende afvalstromen, bakjes staan om daar het afval in te doen. Punt 1 is ertoe, produceer je het. Dan heb ik, zoals je hier ziet, de bakken vlak bij me staan. Dus op het moment dat ik afval heb, gooi ik het gelijk in. Ik heb zelf ook die filmpjes gezien van de plastic soep. We hebben hele eilanden vol met plastic soep en daar schaam je je eigenlijk voor. Dan denk ik van ja, we zouden het eigenlijk veel slimmer kunnen doen. Ik heb hier dus een bak, daar gaat mijn grijs afval in. Dus dat is niet zo heel veel meer. En hier gaat mijn groen afval in. Op die manier sparen we dus grondstoffen en we sparen energie en we sparen het milieu. Dus vandaar dat ik gewoon heel gemotiveerd ben om mee te helpen om afval waarde te geven. Ik denk dat dat belangrijk is, dat mensen het beseffen, het heeft waarde. Dankjewel. Doeg. Tot ziens.